Oké, goedemiddag dames en heren. Welkom terug bij 020 Live. We staan lekker in het zonnetje bij de Oude Kerk. Maar daar gaan we naar binnen, want daar schijnt een hele bijzondere fototentoonstelling te zijn. Dus we wandelen de Oude Kerk binnen. En de tentoonstelling heet Pride Photo Award. Kijk, en dan wandelen we die immens prachtige oude kerk binnen. En daar staat de man te wachten die het heeft georganiseerd. Dag. Hallo. Wat is uw naam? Ik ben Juri Kempen en ik ben de programmamanager van Pride Photo Award. Oké, we wandelen even door deze prachtige kerk, een 40 meter. En daarachter is jullie foto-expositie. Waarom deze kerk? Nou, ten eerste, het is een prachtige locatie, heel centraal in het centrum van Amsterdam. Het oudste gebouw van Amsterdam, laten we wel eens. Een hele mooie locatie. Pride Photo Award staat hier, maar wat jaarlijks hier ook staat is World Press Photo. Dus het is ook een locatie die bij veel mensen bekend staat als een foto-expositieplek. En ja, moet je om je heen kijken, wat een schitterend decor het is. Je hebt hier heel mooi licht, vanwege al die ramen. Dus de expositie staat hier heel ruimtelijk en erg mooi. Wat is het voor een expositie? Dit zijn de winnende foto's van 2012. Pride Photo Award is een jaarlijkse internationale fotowedstrijd. Voor twee soorten foto's. Enerzijds foto's die mensen aan het denken zetten over gender, over mannelijkheid en vrouwelijkheid. En anderzijds foto's die de diversiteit laten zien van de homo-lesbische, biseksuele en transgender gemeenschap. Want in de media is dat heel vaak zijn het nogal eenzijdige foto's die je ziet. En films die je ziet. Dan gaan het bijna altijd over drag queens, dus mannen in travestie. En foto's van halfnaakte dansende mannen tijdens de kanaalparade op de boten. En wij willen laten zien dat er zoveel meer is. Okay, heel stigmatiserend bedoelt u? Ja, en wij willen juist een ander beeld neerzetten. Laten zien dat dat er een onderdeel van is. Maar dat we in het dagelijks leven er eigenlijk helemaal uitzien dat het normale mensen zijn. En voor heel veel mensen is dat nieuws. Oké, heel goed. Dan laten we vooral de foto's zien. Perfect. Wie kon er allemaal meedoen? Hoe ging dat? Iedereen. Het staat open voor alle fotografen. Dus iedereen mag foto's indienen. We hebben dit jaar inzendingen gekregen uit 40 landen van over de hele wereld. 209 inzendingen. En zo'n 1700 foto's heeft de jury bekeken. We hebben altijd een hele stevige internationale jury. Wie waren dat dit jaar? De juryvoorzitter was Christian Cojol. En hij heeft jarenlang gewerkt voor de grootste Franse krant, Libération, als hoofd van de beeldredactie. We hebben een Italiaans hoofdbeeldredactie van Jordana, een belangrijk, zeg maar, het Volkskrant magazine van Italië. We hadden een fotograaf, Paul Sapuya, uit Amerika. Dus een hele internationale jury hadden we bij elkaar. Okay, had je thema's? Of hoe ging dat? Ja, de wedstrijd. En die moet je even laten zien. Ja, nou en of. Nou, wat nu gefilmd wordt, dat is de serie Gender as a Performance van een Nederlandse fotograaf, Chris Rijksen, die ook gewonnen heeft. En die grootste foto die aan de linkerkant hangt, dat is de winnende foto. De foto die de Pride Photo Award 2012 heeft gewonnen. En die serie van Chris Rijksen laat heel mooi zien met verschillen in kleding en hele subtiele verschillen in haardracht en in houding, hoe gender niet alleen iets biologisch is, maar ook gewoon een kwestie van hoe je je gedraagt. Je straalt gender uit, je gedraagt je gender. En gender, hoe vertaal jij dat? Je seksen, je geslacht, dus je mannelijkheid of je vrouwelijkheid, dat communiceer je door de manier waarop je je kleedt, de manier waarop je staat en praat. Als ik een hoge stem opzet, dan word ik opeens een stuk vrouwelijker. Nou, dat is allemaal gedrag, allemaal cultuur. En dus ook cultureel bepaald. En dat is iets wat Chris Rijksen in die serie heel mooi aangeeft. En dat is de winnende serie, of althans de winnende foto. En de nummer 2 in de thema-categorie van dit jaar. Want we hadden inderdaad 4 categorieën. En hier hangen de winnende foto's van de thema-categorie. En het thema van dit jaar was Double Life Chameleons. Chameleons, de chameleon die zich aanpast aan de omgeving. En iedereen past zich aan de omgeving. Dat is heel normaal. He, als je een sollicitatiegesprek hebt, dan trek je wat anders aan dan als je gaat stappen met je vrienden. Bij je ouders gedraag je je anders dan wanneer je naar je werk gaat. Dus dat is je normaal aanpassen. Maar er zijn altijd grenzen. Het gaat ergens schuren. He. Hoe ver kun je je aanpassen zonder dat je jezelf geweld aan doet? Okay. Nou, dat was de themacategorie. Ja. Aan de andere kant daarvan, wat nu ook gefilmd wordt, hangen foto's uit de documentaire categorie. Documentaire fotografie pakt een aspect van de samenleving en legt dat vast. Vertelt daar een verhaal over. La La Life van Fabian Weiss gaat over Chinese lesbiennes.
Daar geldt de één-kind-politiek. Je mag als ouders mag je maar één kind hebben. En dat betekent dat op kinderen een stevige druk ligt om de familie voor te zetten. Nou, dit zijn lesbiennes die dus naar alle waarschijnlijkheid geen gezin gaan stichten. En in het geheim leven soms ook trouwen met een homo om maar te doen voor hun familie alsof ze echt een gezinnetje aan het stichten zijn. En daar heeft hij een mooie en intieme reportage van gemaakt, waarin je zowel de hoop als de wanhoop van die Chinese lesbiennes kunt zien. Ja, dan gaan we naar de andere kant. Of welke we hierna kunnen we laten zien? Ja, nou daar hangt de tweede prijs uit de categorie documentaire. Een hele bijzondere serie. De jury zei ook, dit is eigenlijk journalistiek de grootste vondst die we hebben gedaan bij deze editie. Trans-Islam van de Italiaanse fotografe Luca de Siena. En zij heeft een groep transgenders van 300 transgenders die op Centraal Java, Yogyakarta, een islamschool hebben gestart. Heel bijzonder verhaal. Ik had nooit geweten dat die transgenders ook gewoon geaccepteerd worden binnen de islam. Dus ik vind het een hele bijzondere serie. Moet je mij nog even helpen? Transgender, dat is mensen die zich echt verbouwen of niet? Transgenders zijn mensen die... Het is een beetje een koepelbegrip. Er vallen zowel mensen onder die zich inderdaad laten transformeren. Hè, transvrouwen die zich laten transformeren van een mannenlichaam naar een vrouwenlichaam. En transmannen van een vrouwenlichaam naar een mannenlichaam. Maar er vallen bijvoorbeeld ook travestieten onder. Dus het is een koepelbegrip. En mensen die zeggen van ja, ik voel me nog echt duidelijk man, nog echt duidelijk vrouw. Dus ik noem mezelf transgender. Nou, daar aan de rechterkant de winnaar uit de categorie documentaire, Maureen. Een verhaal over een transvrouw, dus iemand die geboren is in een mannenlichaam, maar zich vrouw voelt en zich ook als vrouw gedraagt en leeft. En zij heeft een kapsalon begonnen in haar eigen buurt, waar ze is geboren, in Nairobi, in Kenia. En daar is een heel succesvolle kapsalon begonnen. Daarmee heeft ze zich echt een plek verworven in de gemeenschap, respect verkregen. Dus een heel optimistisch verhaal, want heel veel transgenders hebben het moeilijk. En dit is juist een optimistisch verhaal. Dus ook om die reden, naast de prachtige zwart-wit fotografie, een hele mooie serie en een verdiende eerste prijswinnaar in de categorie documentair. Wat mij tot nu toe opvalt, in ieder geval wat wij nu kunnen laten zien, is wel allemaal buiten Nederland. Heb je ook, is dat het idee? Nou, ik kan je de hoek mee omnemen. Dan zien we wat Nederlandse winnaars en verhalen. Of in elk geval ook series die gemaakt zijn door Nederlanders. Want we komen dan eerst bij... dit is overigens een Estoonse kunstenares. Anastina Troijmoend, die een serie heeft gemaakt over de politieke situatie in Estland. Maar ik had jouw Nederlandse winnaars en series beloofd. Daarnaast heb je de serie van Bram Belloni, een Nederlandse fotograaf. Ja. Die foto's heeft gemaakt van Marokkanen. Marokkaanse homomannen, moslims. Die hun moslim zijn en hun homo zijn weten te combineren. En dat zijn mannen die voorkomen in de documentaire die zijn broer Chris Belloni heeft gemaakt. En die spelen we daarnaast. Op het verste paneel, helemaal... Ja, daar zijn we nog niet. Ja, ik volg de camera even. We hebben foto's hangen van HIV-overlevenden, dus AIDS-overlevenden. Een zwart-wit serie van de Nederlandse fotograaf Rizk Hazekamp, die in Zuidelijk Amerika heeft gereisd als transgender. En daar verderop hangen twee portretten van moeders met homozonen van de Nederlandse fotograaf Diederik Habermeel. En dat is dan de categorie open, want we hadden ook een open categorie. Wat is het doel? Wat wil je eigenlijk bereiken en wie wil je bereiken? We willen zoveel mogelijk eigenlijk de mensen bereiken die geen homo's, lesbiennes, biseksuelen of transgenders in hun omgeving hebben. Een van de mooie dingen, even als we nog teruglopen naar het midden van de expositie, dan wil ik je daar nog iets laten zien. We willen ze niet alleen bereiken met de expositie hier, maar we hebben ook panelen staan op pleinen door heel Amsterdam. En daar heb ik miniatuurtjes van staan hiernaast. Oké, dat wordt nog even een haastkluts, maar dat is goed, dames en heren. Wanneer is het open en wie kunnen allemaal komen? Het is open tot en met eind oktober hier in de kerk. Als je een foto van jezelf meeneemt als Amsterdammer, kun je gratis naar de expositie. Die plakken we allemaal hier op, in de Leporello, zoals dat heet. En dan kun je dus gratis naar binnen. En hier zie je nog die miniatuurtjes zoals die nu ook staan op 7 pleinen door heel Amsterdam.
Oké, dus dames en heren, wees welkom in de Oude Kerk. En kom kijken naar deze prachtige fototentoonstelling. Wij gaan er even uit. We gaan door met weer en verkeer en het nieuws. En zijn om 1 uur met 020 Live bij u terug.